Alle mensen, welkom weer bij een gloednieuwe video op de geniale SMP. Woei! En dat Het is is alweer met een u heel. samen. Ja, het is alweer een heel lange tijd geleden. Maar vandaag gaan we deze aflevering meteen beginnen met zombies te killen. Er is een heel hele tijd zombies buiten. Ik weet dat u het hoort en even iets tegen Bingus zeggen. Dag Bingus, dag Bingus. Ja, oké, dat was allemaal een aflevering, twee afleveringen geleden gezien. Wow. Hier, deze zombie. Oké, waar we echt de aflevering gaan mee beginnen, is dat natuurlijk de loot van de ant verdelen. Hier. Want dat is er veel. Ja, oké. Dit zijn mijn shulkerbox, hier heb ik al mijn loot insteken. Ik ga meteen beginnen met deze items. Dit zijn Oké. alle perfect verdeelde items die we sowieso krijgen. Dus ik heb nog dit Ik zal extra, een maar het had lijstje een extra. nemen. Maar het had een extra zadel gekregen. Waarom krijg je dingen niet uit deze kist? Zie. Etara, dat is al een heel mooi. Ah. Wat is het probleem? De snelknop werkt niet. De quick move. Ah, nu wel terug. Nu alweer niet meer. Ah, is weer ontstaan het. Dus dat is al heel nice, twee dagen door trouwens en stuff. Maar ja, die loot hebben jullie al in de vorige video gezien, hè? Oké, nu is het tijd voor de bulk. Oké, wacht Maarten, we moeten even op zijn gemak gaan doen. Maar ik krijg het er echt niet uit, zeg. Eén voor Dit hebben we één. nog aan het sorteren, want dit is gewoon extra stuff. Eén voor één. Ja, hè. Oké, zet nu in de shulkerbox. Oké, ik ga de bovenste rij pakken. En Maarten pakt altijd de onderste rij. Dus dit is alle bulk. Dit zijn de purple blokken. Dit Ja, hier is gaat de tenminste wel te ores. groeien. Dit zijn de shulker shells. Die ga ik in deze shulkerbox dan Hier steken. gaat Speedy. Je Ja, stoort dit mijn is niet zo. controller, Je moet gewoon definitief. dingen pakken en Maarten. Ik weet niet. Ik kan Ja, ook niet je in bent de op zo'n controller gehandicapt snel. is. En Maar mijn controller heeft erg veel last van dan druk komen we nog en naar het moeilijkste. beweging. En dat wordt het armor. Dus dat sorteren, dat zal ik wel allemaal zelf wel doen. Ik wil hier gewoon zien de items die we hebben gekregen. Dat is eigenlijk wel heel leuk, maar dat moeten we nog eens een keer gaan doen. Aflevering 61, stay tuned. Nee. Nee! Dat doe ik niet meer. Mijn aflevering 61 heb ik wel dingen gepland te doen. Oké. Het is aflevering 1, het is aflevering 52 vandaag, hè. Ik weet niet of dat zo sociaal is. Oké. Nu tijd voor het armor. Ik zou een shulkerbox afleiden, oké. Eén niet gestolen, snap Oké, nu ik. kunnen we denk ik wel het systeem doen, want jij pakt er één en ik pak er één, snap je? Oké, ik De vorige zal keer werkte beginnen niet met de geen brute force gebroken. te nemen. Shovel. Ik ga voor een chestplate. Ik ook. Ik ga voor Pak maar. het zwart. Heb je erin? Zeg gewoon altijd pak maar naar elke ding. Pak maar. Oké, ik heb nog een schoppie. Pak maar. Ik voor een schoppie. Pak maar. Pak maar. Pak maar. Pak maar. Wat wil ik nemen? Pak maar. Pak maar. Pak maar. Pak maar. Kijk naar de boetjes. Pak maar. 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 Ik heb nog een slechte pickaxe over. Oké, pak maar. Pak maar. Pak maar. Pak maar. Pak maar. Pak maar. Oh. Pak maar. Oh, perfect. Yes. Ik ben begonnen met het game. Snel Inderdaad. van de chocobox steken. Weet je, dit is al heel makkelijk om te sorteren. Nu kunnen we mijn diamond armor kist. Easy peasy, lemon squeezy. Maar jullie Misschien zijn krijgen ze geen ook wel ruimte genoeg te aangevet. hebben. Huh? Oké. Ik heb drie shulkers. Ja, wat is je nou aan het zagen waar je geen die shulkerboxes had, jongen? Je hebt Dat van is zo hoop. een Maar geef dirt mijn shulkerbox terug. Waarom moet je nu letterlijk echt springen? Hier moet je niet zo komen, jongen. Het is allemaal verdeeld. trap. Jawel, de Maar bouw iron toch eens chest. af! Is je dom? Ja. Maar pas toch op, jongen! Maar. Hey! Hoe kan die bollen komen? Drie blokken tegelijkertijd blokken, jongen. Oké, ik ga Oké. beginnen. Pak maar. Nee! Terugzetten. Ik moet beginnen met die iron pickaxe die je hebt kapot En gemaakt. die pak ik hierna wel. Nee! Die pak Ik ik wil als deze eerst! eigen pickaxe. Ja. Pak maar die. Pak maar. Voilà. Stinkende hond troll.
Pak maar, ja. Pak maar. 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 Dit is zo'n ding, hè. Pak maar. Pak maar. Pak maar. Ben ik gewoon aan Amsterdam pakken, eigenlijk. Pak maar. 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 Oké, pak maar. Pak maar. Pak maar. Pak maar. Oh, je hebt Aqua Infinity. Oké, als jullie afvragen waarom ik zoveel stuff heb gepakt met cursus. Dat is gewoon, die zijn extra zeldzaam, want die kun je niet zomaar krijgen. Dus daarom heb ik zoveel gepakt met cursus. Oké. Okay. Ja, cursus, dat zijn er geen enchantments. Allee, dat zijn cursus enchantments. Oké. Okay. Nu ga ik even alles sorteren. Doei doei. Ik ook. Ciao. Na dat lang gesprekje en heel veel sorteerwerk is eindelijk allemaal in de juiste kisten beland. Nu kunnen we eindelijk beginnen aan het echte deel van de video, over waar deze video gaat gaan en mijn ideetjes. Dus zoals jullie weten ben ik van plan om een hele nieuwe stad aan de andere kant van dit te zetten. Ik had gezegd dat ik mijn kelp wilde doen, maar ik ben van idee veranderd. En ik wil dat mijn purpel doen. Ah ja, je purper. Purpel zeg ik niet meer. Purper doen. En daarvoor heb ik een beetje gelogen tegen Cyril. Want misschien dat we al het hebben verdeeld, terwijl ik nog 3 Chorus Flute Flowers voor mezelf had gehouden. Oops. Dus we gaan nu een klein vormpje maken, gewoon hier zo in de kelder. Hier beneden naar beneden komt een Chorus Flute vormpje. Nu hebben we nog maar 3 flowers, maar het worden er wel 29. Dus laten we gewoon beginnen met de ruimte waar deze gaan inkomen uit te hakken. En dat gaat natuurlijk heel hoog worden, zodat de planten heel hoog kunnen worden. Dus ik zie die terug als ik heel de ruimte, of zowel een deel ervan, heb uitgehakt. Oké. Als je hier komt aangewandeld, heb je hier het lava, wat ik nog een beetje moet fixen. Kom je hier, heb je hier, ja, dit gaat natuurlijk weg. Dit wordt ook nog helemaal verder getrokken met blackstone, tot hier. Maar eigenlijk weg, ja, zou je mijn drift, kan ook niet zijn doen. Dan dit. Gedeelte hier wordt weggegraven en ongeveer tot hier zo heb je hem te wandelen. Daarna komt er zo'n hekje en dan daarachter staan alle chorusfruit planten. Heel slim ideetje. En dan gaat helemaal tot, ik denk tot hier ongeveer, komen alle chorusfruit planten. Maar ik moet eerst nog gaan opzoeken op welke afstand van elkaar die het beste groeien. Dus oké, ik zie jullie terug als ik weer een beetje meer heb uitgehakt. Oeh. Dus de hele ruimte is uitgemined. Zoals je ziet, komt tot hier het wandelgedeelte dat je hier een bankje hebt. En een beetje ding-dong, zodat je kunt kijken hoe dat de chorusfruit groeien. Je komt een hek, want niemand mag erdoor. Je komt een kleine doorgang, voor VIP's only. En dan hier gaan ze allemaal staan. Dit gaat wel nog naar boven. Dit plafond gaat eigenlijk nog 2 blokken extra naar boven. Dat zal zeker goed kunnen groeien, ook al ben ik hier niet. Dus dat ze hoog genoeg kunnen groeien eigenlijk, bedoel ik daarbij. Dat ik niet elke dag hier kom afdoen, dat ze anders niet verder kunnen groeien. Dus dat moet wel nog eventjes gedaan worden. En ik had ook al een beetje nagedacht over het kleurenpalet. Ik kon sowieso purper gebruiken. Al is ook op pilaren. Hier, denk de ingang tot en met hier zo wordt nog zwart. Dan pilaren worden purple.
En dan om de Burger. purper. En dan heb je een purper, dan drie blokken, een andere blok, dan terug een lijn purper, weer een andere blok purper, andere blok purper. En hier wordt natuurlijk overal endstone met de flowers. Ik ga dit hier nog snel uithollen. En dan zie ik die terug als ik alles heb uitgehold. En als ik ga beginnen met aan de muren. Ik denk het ook aan andere. En aan de grond. Oké, ter voorbereiding van de doorgang naar de nieuwe stad. En van het woongebeuren. Van, wat zeg je, het woongebeuren. En de farm daar beneden. Hebben we natuurlijk veel purpil nodig. En dan maak je blijkbaar met gorisverhoek. Purper. Purper, sorry. We gaan een paar stekjes gorisverhoek in de oven zetten. En we gaan zien dat we krijgen wat we, ik hoop dat we krijgen. Yes. Popped gorisverhoek. Dat zou we nodig hebben. En ik heb hier ook al een paar, gewoon drie stukjes neergezet. Dat ik hier AFK kan krijgen. Dat ik kan AFK'en. Hier in het hol. En ja, dus ik zie jullie terug als die hoeveelheid daar gesmolten is. En als we daar purper van kunnen maken. Dus heel deze ruimte is nu leeggehold. En dat laten zien, ik heb hier ook nog een verschilling ingemaakt van diepte. Hij is nu echt AFK'en. Wat mijn controller had. Toen nog drift. Ja, dan heb ik dat opgelost. Laten we dit weghakken. Zo. En dan kunnen we nu beginnen met de ruimte de juiste kleuren te geven. Zie je, zo komt sowieso purper. Je moet leren te goed uitspreken. Dus purper. Nou, voordat we nu gaan we even nieuwe flowers neerzetten. Die een beetje kunnen groeien. Kunnen we nu purper. Voor aan die zijkant. Dingen. Dan gaan we dus even naar hier, 46. Perfect genoeg. Dat klonk heel ironisch, maar volgens mij is dat nog eigenlijk te weinig. Dus hier zo moet dat komen. Ik ga eerst wel een super vies lawaai aan maken, maar stop ermee. Zo, en dan even zien, ja, het is ik drie open en dan hier weer en hier. En het is zo totaal oninteressant. Ik ben al nadenken over wat we hier tussen gaan zetten. Dus ik kan niet gewoon zoiets saai. Was hier boven eigenlijk? Ik kan niet even sunlight komen. Dat is niet zo erg. Dus ik ga dit patroon gewoon verder zetten. En tegelijkertijd ga ik al nadenken. Zo, ik licht hier. Over wat we tussen de pilaren verder neerzetten. Dus op dit gedeelte. Oké, het kon gewoon niet perfecter uitkomen. We moeten eigenlijk dan deze laag verder doen. Dat is echt helemaal. Nee, dat houdt blijven. Oké, dus we hebben nu zoiets perfect dat gewoon uitkomt. Hier is er 1, 3 blokken ertussen, 1, 1, 3 blokken ertussen, 1, 3 blokken ertussen, 1, 3 blokken ertussen, 1, dan een hoek. Dat is echt perfect gewoon. Maar de purper blokken zijn al op. Dus dan moeten we een nieuwe gaan maken. Gelukkig hebben we veel. Veel. Hebben we gorisvloed in de oven gezet, maar we gaan sowieso niet alles van hier kunnen halen. Dus we gaan sowieso nog eens naar de end gaan. Voor gewoon heel veel gorisvloed te verzamelen. Hier ziet, hebben we nu 3,5 stacks gorisvloed gepopt. En je kunt daar zo weinig purple blocks van maken, maar ook achter iets zeer fijn gekomen. Dat je van purper blocks pilaren kunt maken. Dat is zeer fijn. Omdat als je ziet hebben we zeer veel blocks. En mijn drift is er nog altijd. Maar veel minder.
Dus nog steeds werkt dat zeer fel op mijn zenuwen. Maar het is oké. Laten we. Hoe? Sorry, tante vrouw hier binnenkwam. Dus, met de purperpillers. Ik ga nu alles terug verder neerzetten. Zo, en dan tot in de hoek. En zo dus overal. Maar ik heb al goed nagedacht en ik weet nog altijd niet wat dat ik daar. Dus ik kan neerzetten. Maar ik kom er wel op. Dus ik zie jullie terug als gewoon alle pilaren staan. Dus dat is niet meer zoveel. En als ik op iets ben gekomen, voor daartussen neer te zetten. Oké, ik heb over iets nagedacht. Maar het is gewoon een probeersel. Ja? Als het lelijk is, haal ik het weg. Ik weet het niet zo goed. Misschien gaat het al beter zijn als de achterste ook in deze blok was. Dat is al iets beter. Maar nog steeds ziet er heel raar uit. Maar ik vind deze kleurcombinatie eigenlijk echt wel mooi. Paars met geel. Wow. Maar denk, wat kan ik daar anders in hangen? Dragon heads. Oh, misschien nog. Maar ik ga dat maar op 4 plaatsen. Ook maar raar. Zo, misschien wil ik het gewoon zo. Zonder die dingen daarin. Wel die dingen. Nee. Misschien zo. Ik denk dat ik het zo wil. Ja. Oké, ik ga het nu zo overal doen. En dan ben ik wel weer van Ender Chase. Iets anders gaan maken. Hoe noemt het? Ik denk Ender Chase Bricks. Ja, en zodat het een beetje affer lijkt, ga ik ook al deze grond veranderen in Blackstone. Dus, zoals ik bijna altijd zeg, ik zie die terug als dat allemaal gebeurd is. Weet je wat? Nee, ik zie mij niet terug als alles gebeurd is, maar als een groot deel gebeurd is. Waarom heb ik geen Blackstone meer? Het is allemaal cracked. En ik weet niet of ik iets met normale blackstone kunt eigenlijk. Stop. Oké, ik kan niet doen met normale blackstone. Zie dat ik geen enkele blackstone meer heb. Ik heb best veel aan CO gegeven. Kan ik altijd CO gegeven voor de Guardian Form. Maar oké, ik zie die terug als al deze dingen mag je tot opgenoemd klaar zijn. Buiten de muren, als daar ongeveer de helft van klaar is. Oké, zo ziet het er nu uit. We hebben heel veel verder gezet. En Cyril is komen kijken. Ze vond het goed alleen het feit dat het symmetrisch was. Niet symmetrisch was, sorry. Dat vond hem dan weer bij mij. Maar, ook natuurlijk, je gaat hier zo weinig uit krijgen. Door dat zo dat totaal niet hoog is in hoogte. Dus wil ik de hoog is in de hoogte? Ja, shit. Dus ja, wil ik de vloer verlagen. En dan weet ik niet, misschien met stairs of zo die iemand tot hier gaan, maar de vloer moet echt een stuk. Ja, die bliksemschicht was veel te fel licht voor geen. Hoezo kan in mijn kelder flitsen komen van bliksemlicht, zodat alles dicht is. Oké, okay, maakt niet zoveel uit. Dus het vloer gaat naar beneden met een trap. En ik zie jullie terug wanneer ik. Oh, natuurlijk. Ik heb like een lightning rod in mijn neus. Maar, oké, okay, ik zie jullie terug als ik de vloer een beetje heb verlaagd. Maar je moet er niet bang zijn van de bliksem. Want we hebben een slapdak. Dus daar kan geen vuur op blijven staan, denk ik. Slapdak. Oké. Okay. Zo diep gaat het worden. Als je ziet is dit
heel veel blokken dieper. Het was, denk ik, ongeveer verdubbeld. Niet meer, denk ik. Veel meer. Veel meer dan verdubbeld. Het gaat helemaal naar beneden. Tot hier. Dan komt hier een driehoekje. Vol met purper. En dan helemaal naar beneden moet dit. Dan moeten we deze muren helemaal naar beneden gaan doorstrekken. Of misschien kunnen we. Ik denk dat ik een keer zo'n lijn ga zetten met. Hoe noemt dat? Zo op deze rand. Wil ik dan met pilaren van purper. Een rand maak dan daaronder. Terug van deze dingen. Want nu. Als ik dat helemaal naar beneden ga verlengen, gaat dat niet mooi zijn. Maar oké, dus ik zie jullie terug als ik een heel deel van dit allemaal naar beneden heb gekregen. En voilà. Ik weet, het is een heel groot gat. Maar ik heb ook heel veel purper nodig. En gelukkig heb ik dat ook. Kijk, we gaan hier blokken van maken. We gaan van alle blokken. Voor zeker van deze twee stekkies. We gaan van deze allemaal pilaren maken. Ik denk dat het veel te veel is, maar ik zat ook nog door. Ik zat ook nog nodig hebben voor de doorgang te maken. En misschien heb ik dat nog niet verteld, maar de doorgang van dit, van deze woning, tot de stad die bij gaat gebouwd worden. Voor de mensen die dat niet nog, voor de mensen die dat nog niet weten. Dus voor de mensen die mijn video's niet te goed kijken. Ik zie je zo. Maar kijk, ik wil daar graag purper voor gebruiken, dat is gewoon een hele mooie kleur. Purper is echt magisch. Maar oké, dit gaat zoveel op het tand gedoen zijn. Dit allemaal. Ik ga ook denk ik een beetje stijgers moeten gaan halen. Maar ik zie jullie gewoon terug als ik zo helemaal rond ben geweest. Oké, heel de band, of wat ik zo noemen, de rond, staat nu. En nu moet je gewoon dit hier terug verder gaan overnemen. En overal terug deze blokken beginnen zetten. Dit is zo'n saai werkje. En ik heb nog andere dingen dat ik wil doen in deze video dan dit. Ga ik ook vanaf nu gewoon totaal niks van dit laten zien. Maar echt goed als niks. Als je mezelf eens terug ziet, dan denk ik ook al deze muur helemaal klaar. Alles zit er al tussen. Gewoon dat het zo oninteressant is. En dat ik nog vier andere dingen op mijn lijstje heb om te doen deze aflevering. Maar twee daarvan weet ik dat niet gaan lukken. Ga ik dan opschuiven. Maar ja, die ziet er heel goed uit. En dus ik zie je terug als dat hier allemaal klaar is. Oké. Onderdeel 1 van de 3 of 5. En hoeveel tijd dat we hebben is klaar. Kijk dan. Helemaal te goed afgewerkt. En hier beneden ook. We gaan de gorest flowers neerzetten. Ik ga er gewoon een paar neerzetten. Zo ongeveer. Wacht, het is zeer stom. Hier, hier. Het is vooral, we doen dat in de hoogte groeien. Niet zozeer in de breedte. Dus, oh, vieze drift, hè. Hier, hier. En dan daar, daar. Prachtig. Dus de bedoeling dat die zo hoog worden. Dus we zetten die van achteren. Die zo hoog worden dat je die vanaf hier kunt zien naar boven gaan. Dit was gewoon het allereerste deel van de video. Het volgende deel, zoals je ziet, hebben heel veel stone. Hier ook zag je niet gemakkelijk van kunt afvallen.
als de kleine kindjes komen kijken. Als je ziet, beginnen ze al te groeien. Oké. Dus, alleen moeten we hier nog een beetje blackstone gaan halen, maar zo ooit wel doen. Dus dit was het allereerste deel van de video. Het volgende deel is even mijn gsm raadplegen. Ik heb een heel mooi overzichtje van gemaakt. Ah, zijn gewoon de clerks verplaatst. Maar ga ik ook off camera doen. En daarna hebben we nog de tuin aan de rechterkant en een beetje verder werken aan het waterhuis. Oké, dus ik zie jullie terug als wij de laatste, ik denk 3 fletchers gaan verplaatsen. Oké, ik ben nu het tuinspoor aan het aanpassen om naar hier te komen. Want hier zit onze 5e. En ik denk nog altijd niet laatst. Laten we even snel kijken. Nee, nog 1, 2. Nog 2 fletchers en dan is het genoeg. Oké, dus we gaan deze nu gewoon snel verplaatsen. De eerste villager zit weer achter tralies. Nee, zit gewoon in een hele goede leefomgeving. Oké, we gaan nu onze laatste man aanwerven. En hier is hij dan. De allerlaatste klerk van Stuntfall. Ja, zou ik zijn naam vergeten. Ik was al nadenken over de nieuwe stad. Hoe zouden we de nieuwe stad gaan noemen? Nieuw Maartenstad. Nee, dat is echt super slecht. Wacht. Oké, ik zie jullie gewoon terug als deze villagers in hun hok zitten. Hier zijn ze dan. Al onze clerics. Met hun work potion dingen. En met hun bellen. Ik ben zeer blij dat het eindelijk af is. En daarbij is ook mijn derde ding op mijn lijstje af om te doen. We hebben al een vorm gemaakt. Wat is mijn overzicht? Ik ben het kwijt. Ah, hier. Dus nu hebben we de optie om de rechtertuin te doen. Of verder te werken aan het waterhuis. Ik kies voor het waterhuis. Dus we gaan 6 verder werken aan het waterhuis. Maar eerst iedereen af. Iedereen heeft zijn bedje. En we hebben zelfs een Tiaga Toner klerk. Dus ze moesten werken van Cyril. 2 van de 3 zijn aan het werken. Zeer positief. En ik zie jullie terug als ik een heleboel nieuwe blokken heb gemaakt. Voor verder te werken aan het onderwaterhuis. Oké, ik heb een beetje deze achter de muur heb ik helemaal opgelost. Want dat is iets heel raar gebeurd. Dat ik denk dat neergezet wat er stel niet moest. Ik heb ook al aan de vloer begonnen. En overal tussen komt licht. Zo van deze dingen. En dan met mijn prismarine charts zijn op. En de video is ook gedaan. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Oh, ik vond jullie het leuk. En tot de volgende keer. Ciao.